De Almeloze Markt kiest voor duurzaamheid. Minder plastic willen ze. En daarom starten ze in samenwerking met de gemeente een tassenactie. Wij gaan 40 tassen in totaal verloten aan het kopend publiek. Gedeeltelijk op Facebook. Die actie start 15 juni door wethouder Cornelissen wordt dan de tassenactie geopend. Die tassenactie is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almelo. Die willen duurzaam boodschappen doen, dat we nog minder plastic uit gaan geven. Want die tas is bijzonder, hè? Die tas is bijzonder, staat het marktlogo op. Uiteraard, er zijn twee soorten. Eén is een soort boodschappentas, ander is een vouwtasje dat de mensen makkelijk mee kunnen nemen. En de volgende keer als ze dan boodschappen doen, die tas meenemen, dan hebben we een win-win situatie. Ja, maar de mensen kunnen nog wat meer winnen, hè? Uiteraard, we gaan die actie starten met 10 tassen per keer. De 15e is de eerste keer dat er een verloting zal zijn. De wethouder Cornelissen gaat dat doen. En dan worden er 10 tassen vol met boodschappen van de markt, producten van de markt, aangeboden aan de dan 10 gelukkige winnaars. En dat gaan we doen 4 keer in totaal. De 29e is de laatste uitreiking. Oké, dus als ik het goed begrijp, dan worden er nu kaartjes uitgereikt waar mensen dus mee kunnen dingen. Ja, de kaartjes, daar schrijft u naam, adres, mailadres op. En dan krijgt u vanzelf bericht als u een van de winnaars bent. Hier is nog een kaartje. Dan maakt u kans op een tas, een boodschappentas, gevuld. Er wordt volgende week wat een loodje uitgehaald en dan maakt u kans op een hele mooie, goed gevulde tas. Okay. En die tas kunt u tevens gebruiken om naar de markt. Dit voor elkaar. Ik zal het netjes invullen. Dankjewel.